In mijn gedachten staat hij er nog. Zo lang heb ik hem mogen zien. Als hij dus het bosbad opkwam, ja, toen, dan zag ik hem. En je kon je ogen er niet meer van afhouden. Zo'n prachtig toestel was het. Straks even kijken. Het is ook een beetje de lijn van een speedboot, hè? De Catalina die is in onderdelen hier terechtgekomen. De motoren zijn eraf, de propellers zijn eraf, de vleugels zijn er grotendeels vanaf, de staart. Dus hij ziet er eigenlijk niet uit, maar dat schijnt bedriegt. Hij is gewoon bijna helemaal compleet. We kunnen hem weer opbouwen zoals het de bedoeling was. In totaal heeft Nederland 85 van deze vliegboten gehad. En in 1957 is dit exemplaar is beland in Brabant, in Bosbad Hoeve. De kinderen die vonden dat natuurlijk ook prachtig. Want ja, die konden erin klauteren. Ja, ze konden op de bok zitten. Ja, ze konden aan de besturingsdingen zitten. Dus heel veel mensen hebben daar ook nog herinneringen aan. Nu is dit dus de enige aanwezige Catalina in heel Nederland en daarmee extra bijzonder. Dit loopt echt in de tienduizenden euro's. Dan wordt hij het topstuk van de nieuwe expositie, dat zal je zien. Dan ga ik er graag nog een keer kijken. Hij kan natuurlijk niet praten, maar ik zal wel op zijn flanken tikken en zeggen, hey ouwe jongen, je bent er nog. Ik ben er ook nog.